Nou, we vonden het concept van Studio Solaris ontzettend aanspreken. Dat je namelijk een gebouw in basis neemt die weg vanuit de natuur. Maar je geeft er iets moois weer van terug. En dat sprak heel erg aan. Dus heb je beauty, maar ook tegenwoordig met brains. En dat is natuurlijk helemaal leuk. Dat je gaat combineren met data uit de omgeving. En dat gaat toepassen op je gebouw. Waardoor je gaat communiceren met dat gebouw. Sorba is in een vroeg stadium benaderd door Studio Solaris. Met de vraag dat zij een ontwerp voor een gevel hadden. Met gekleurde zonnepanelen. Voor Sorba was het de eerste mogelijkheid om eens een keer aan een dergelijke gevel mee te werken. Iets wat we altijd al wel op ons verlanglijstje hadden staan. Hartstikke uitdagend. Toen we ook nog eens de producten van Chameleon Solar zagen en de mogelijkheden daarmee, ja, waren wij direct in om samen met Solaris, Studio Solaris en Chameleon Solar een mooie gevel te gaan engineeren. We hebben eigenlijk gekeken van wat is er nodig om energie te kunnen opwekken op een esthetisch verantwoorde manier op de gevel. En daar is Colorblast uit voorgekomen. En het unieke is dat de zonnecellen niet meer zichtbaar zijn. En dat het in allerlei kleuren verkrijgbaar is en ook in allerlei afmetingen. Zodat architecten, ontwerpers en gebouweigenaren mooie gebouwen kunnen realiseren waarvan de gevel energie opwekt. Maar het mooie is eigenlijk dat we hier bewijzen dat de energietransitie ook mooi kan zijn en interactief. Dus je kan communiceren met de omgeving. En hoe mooi is het als dadelijk veel meer van dit soort gevels in Nederland, misschien wel in de wereld staan. En dat we bewijzen dat het kan en dat het mooi is.